Na 18 jaar gewerkt te hebben voor de Vereniging voor Griffemeerd Schoolonderwijs, waarvan 10 jaar als bestuurder, neemt Pieter Moens op 15 mei afscheid. Hij stond voor de vrijheid van het christelijk onderwijs en ging de afgelopen jaren de grote onderwerpen niet uit de weg. En hij is vanavond onze gast. Goedenavond, meneer Moens. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Waarom stopt u eigenlijk? Ik denk dat het. Uh, alles heeft een bestemde tijd. Dat geldt voor mij ook. Ook een houdbaarheidsdatum. Ja. Ik heb uh, 18 jaar met heel veel plezier bij de VGS gewerkt waarvan 11 jaar als bestuurder en mm. het echt heel veel plezier. Maar ik denk dat het alles heeft een tijd. Ja. Het is goed als als er ook een ander gezicht het boegbeeld wordt voor het christelijke referendum zonder. En die is er inmiddels, heb ik begrepen. Ja, Jan ja, Willem de Leeuw is benoemd. Ja, okay. blij mee. De geëikte vraag is natuurlijk: noem een hoogtepunt en een dieptepunt. We beginnen met het hoogtepunt. Ja, die zijn er zoveel. Ik, <laughs> ik, kan, er, ik kan er niet één noemen. Um, ik denk aan de vele ontmoetingen en gesprekken op de scholen. Ja. Uh, met de directeuren, met de schoolbesturen, ook met de docenten. Het zien van de kinderen op school die aan het werk zijn. Hoeveel leerlingen gaat het om in uw achterban? Alles bij elkaar praten we over 69.000 leerlingen. Zo. Ja, dus dat is best een hele ja. grote populatie van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mm -hmm. uh, dus het is ook een hele grote groep die je vertegenwoordigt. Um, al die jaren heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Maar je voelt ook de verantwoordelijkheid. Ja. En uh, je moet ook 24 uur, 7 dagen per week uh, aanstaan hè, van, van wat kan er gebeuren. Het is ook best een, een, een spanningsveld waar je uh, mee te maken hebt. Enerzijds zie je het politieke circuit waar natuurlijk van alles en nog wat gebeurt. Mm -hmm. Je ziet ook dat artikel 23 een onrustig bezit is en, en blijft. Waarin de vrijheid van onderwijs in ons ja, land is geregeld. Ja, ja, andere kant zie je ook natuurlijk in je eigen achterban bepaalde ontwikkelingen. En ik heb het altijd als mijn opdracht gezien om te zorgen dat er verbinding blijft... Ja binnen de achterban, dat we ook een goede lijn hebben naar Den Haag toe, mm. uh, en ook de onderwijsraad en ook de inspectie. Maar zit daar misschien ook een dieptepunt aan, als we het over artikel 23 hebben, dat u ziet dat dat moeilijker wordt om. Ik wil hem niet als een dieptepunt bestempelen. Wat, wat ik dan wel een dieptepunt vind, is, is, is dat als men praat over het christelijk geven door onderwijs uh, en eigenlijk niet die goede beelden neerzet, niet de ja. juiste beelden neerzet. Dan uh, wordt er een frame gemaakt of er wordt er een, een format bedacht. Dat ik denk van ja, nu heb je het gewoon niet over onze scholen. Ja. En het ergste daarvan, vind ik, laat dat dan een dieptepunt zijn. Je doet daarmee geen recht aan al die juffrouw's, meesters en docenten die gewoon echt keihard werken en enorm hun best doen. Ja. Dat vond ik regelmatig een soort dieptepunt. Ja. Ja. Toch, toch zegt u uh, in een interview, in Nederland leven we in een bevoorrechte positie. Dat is ook zo. Waarom? Als je het vergelijkt met uh, landen om ons heen, maar ook wereldwijd. We hebben hier vrijheid van onderwijs. Dat ja. betekent vrijheid van richting. Ook de vrijheid van inrichting. En zelfs de vrijheid van oprichting. Daarnaast heb je volledige uh, bekostiging vanuit de overheid. Ja, dat zijn natuurlijk twee elementen die er echt voor zorgen. Mm -hmm. dat, je, uh, dat je maximale vrijheid van onderwijs hebt. Ja. Maar als, als we het daarover hebben, dan in uw achterban. Uh... Oké, okay, een reformatorische school oprichten uh, zal men uh, toejuichen, maar een islamitische school oprichten, die op dezelfde regels gestoeld is, dat wordt vaak met argwaan bekeken. Ja, dat is natuurlijk ook een spanningsveld, ik denk dat we daar ook eerlijk in moeten zijn. Ja. Um, maar als het gaat over vrijheid van onderwijs, dan heeft ieder, iedere ouder, ook de Montessori-scholen, ook de Dalton-scholen, vanuit een pedagogisch perspectief, hebben het recht om een school te beginnen als ze voldoende oude verklaringen hebben enzovoorts. Mm -hmm. Dat, dat is de Nederlandse context. Ja. En daar mag je dankbaar voor zijn ja, dat nee. wij onderdeel uitmaken van die context. Ja, is het uniek in de wereld dat de overheid dat onderwijs ook betaalt? Bijna ja. volledig. Ja, dat is uniek in de wereld. Ik geloof dat in Ierland ook gebeurt, of gedeeltelijk gebeurt. Er zijn wel meer landen waar uh, christelijk onderwijs ook, ook gedeeltelijk gesubsidieerd wordt. Ja. Maar er zijn echt heel veel landen waar bijvoorbeeld het openbaar onderwijs wel bekostigd wordt. Maar alles wat levensbeschouwelijk is, religieus onderwijs is. Uh, maar ook bijvoorbeeld Montessori-onderwijs, wat niet bekostigd wordt. Ja, zijn christelijke en reformatorische ouders zich dat voldoende bewust? Ik denk dat we dat ons onvoldoende bewust zijn. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Je hebt te maken met jouw context, regionaal, lokaal, uh, landelijk. En daarom is het ook goed dat je over de grens kijkt. Want als je over de grens kijkt en je ziet hoe de situatie daar is, ja. dan ga je je eigen situatie uh, des te meer waarderen. Ja. En ook uh, echt als een zegen ervaren. Ja. Noemt u eens een voorbeeld van over die grens kijken: Engeland. Uh, Engeland verschillende keren geweest. School daar bezocht. Uh, materieel gezien ja, was het echt zoeken naar de juiste materialen om de kinderen van. Uh, lesmateriaal te voorzien, ook om te zorgen... dat ze allemaal een tafeltje en een stoeltje enzovoorts hebben. Mm -hmm. en daar praat ik echt over nu. Hè. Ik heb het niet over honderd jaar geleden ja. of zo... maar de huidige situatie. En tegelijk zie je daar enorm... gemotiveerde mensen die daar aan het werk zijn. Uh, met een hele diepe derfveer... om christelijk onderwijs te geven. Ja, ja. Dat, dat, dat is wel weer heel mooi natuurlijk. Maar we hebben in, dit, uh, in de wereld... Hebben we onze mond vol over gelijke rechten. En over uh, hè, alles moet... Hè, de gelijkheid... Als ik dan kijk naar deze situaties, ook Duitsland en zeker ook Frankrijk, dan is het een enorm ongelijke situatie. Ja. Zoals in Frankrijk wordt het openbaar onderwijs en het rooms-katholiek onderwijs wel bekostigd... Uh -huh. maar de christelijke scholen, de evangelische scholen worden niet bekostigd. Ja, als ik even naar de andere gast mag, Marco van, van der Straat, en we gaan straks met u praten over de veilige kerk. Maar beseft u dat als... Bent u ouder van... van ja, kinderen? Zeker, nou, volwassen kinderen inmiddels. Ja, en inmiddels maar opa heeft u dat beseft dat... Kinderen? Dat wij, de overheid betaalt ons onderwijs en ja. dat dat een unieke situatie is. Dat is zeker heel bijzonder. Ja, en dat er ook zo van keuzes in vormen natuurlijk. Hè? Dus uh, ja. dat je echt nog voor identiteitsonderwijs kunt kiezen hier, wat natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Dat, is uh, ja, dat, dat is heel bijzonder, zeker. Ja, ja. ja dat, dat identiteitsonderwijs, dat, dat staat dus ook wel een beetje onder druk. Gezien dat artikel 23, waarin die vrijheid is geregeld. Hoe ziet u wat dat betreft de toekomst? Ik denk dat we heel alert moeten zijn op wie betaalt, bepaalt, mm -hmm. dat dat niet toe gaat nemen. Uh, daar, daar, zie je een, daar zie je een toename, ja. dat de overheid toch meer grip wil hebben op wat er in het onderwijs gebeurt, wat ook de inhoud van het onderwijs is. Nou, dat, dat is niet de juiste rol, dat is ook niet zoals die in artikel 23 is, is afgesproken, zou je ja. kunnen zeggen. Dus dat is één lijn, hè, van laten we wel helder blijven over wie gaat er over het wat en wie gaat er over het hoe. Andere kant is, uh, zelf als ouders en als docenten en ook als kerken moeten we ons ook goed realiseren dat we zuinig moeten zijn op ons onderwijs. Mm. En dat betekent echt dat je op de hoofdlijnen elkaar moet vasthouden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook weleens... ruimte voor diversiteit moet branden. Ja, Er zijn wel eens botsingen met die overheid als die lespakketten over seksuele voorlichting, over burgerschap uh, presenteert ja. waar u niet achter staat. Dat klopt en dat is een van de taken dus voor de VGA. Ja. Om dus dan uh, die belangen te behartigen. Maar als wij de democratie en daarmee de pluriformiteit van onze samenleving serieus nemen. dan moet je ruimte houden voor diversiteit. Mm. En ik merk dat de overheid juist daar een toenemende mate moeite mee heeft. Ja. Ja. Zijn er nog witte vlekken in uw achterban? Uh, plekken waar geen reformatorische scholen zijn, Limburg. Limburg? Ja. Ja. Provincie Limburg is niet één VGS-school. Ik, ik benoem het maar even een VGS-school. Niet één VGS-school. Ja, te... Doet u een evangelisatie? of? Nog uh... niet. Ja, <laughs> je doet het wel. Maar als VGS niet direct. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. Want u wil zich in gaan zetten voor het christelijk onderwijs binnen Europa. Dat is niet nieuw. Daar ben ik al een poosje ja. mee bezig. Sinds 2009 eigenlijk al. Um, sinds 2012 en 2013 um, hebben ook uh, intensieve contacten in mm. Brussel bijvoorbeeld. En dat is via Bas Belden destijds gegaan. Hij was de keynote speaker op een conferentie die we in 2012 organiseerden hier in Apeldoorn. De Europese Conferentie voor Christelijk nee. Onderwijs. En hij was zo onder de indruk, Bas, van de 80, 90 deelnemers uit West- en Oost-Europa die daar aanwezig waren. Hij zei, dit wil ik in Brussel ook zien. Mm. Dus toen zei ik van, oké, okay, dan komen we ook naar Brussel. Dus in 2013 zijn we begonnen met een, we noemden dat, Brussels Beraad. Dat is in 2024 een alliantie geworden, de Europese Alliantie voor Christelijk Onderwijs. En vanuit die alliantie zijn er drie dingen eigenlijk die, die ik wil voortzetten. Ja. Het eerste is de vertegenwoordiging van het christelijk onderwijs, Europa breed. In Brussel, Straatsburg en ook Geneve, waar de mensenrechtentafel uh, zit. Daarnaast studiereizen blijven organiseren ja. voor uh, Nederlandse scholen naar het buitenland en omgekeerd. En ik hoop uh, ook mijn bijdrage te blijven leveren aan de Europese Conferentie voor het Christelijk Onderwijs okay, in dat Apeldoorn. Is, ja, dat is buiten de grenzen. Binnen de grenzen uh, uh, ziet u dat in de reformatorische achterban het aantal uh, kinderen minder wordt, uh, en dat bijvoorbeeld islamitische ouders meer kinderen krijgen. Ja. Als we Nederlandse, het Nederlandse onderwijslandschap over 10, 15 jaar bekijken, hoe ziet dat eruit dan? Dat weet ik niet. Ik, ik kan het natuurlijk ook niet voorzien hoe dat er dan uitziet. Uh, vorige week stond er een artikel in het RD over uh, de islamisering van Europa. Ja. Dat het overtrokken werd. Ja, ik heb daar niet de juiste cijfers van bij de hand ah. nu. Maar mijn beeld is toch wel kerken verdwijnen, moskeeën komen. Dus dat daar wel een, een verandering gaande is. Hoe zich dat gaat vertalen naar de toekomst toe. Daar durf ik geen uitspraak nee. over te doen. Nee. Binnen die EU, waar we het net over hadden, groeit het christelijk onderwijs, constateert u? Dat hebben wij in januari geconstateerd. Uh, dat de toename van christelijk onderwijs er is, met name in Scandinavië. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk en in Duitsland en in Oost-Europese landen. En dat is voornamelijk vanuit onvrede van ouders met het regulier onderwijs. Okay. Waarbij kinderen op veel te jonge leeftijd... Met allerlei, allerlei thema's rondom seksualiteit en seksuele vorming uh, worden uh, aanraken ja. worden gebracht. Maar ook de genderideologie. Toch het gedram, laat ik het dan zo noemen, van de links-liberale agenda. Mm. Daar zijn ouders uh, toch een beetje beu van. Ja, en dus zelf een school oprichten en die ook zelf betalen. Althans, zetten hun schouders onder christelijk onderwijs. Ja, ja. want laatste vraag aan u. Stel voor dat dat ook hier komt en die christelijke en reformatorische ouders zelf die school moeten financieren. Ziet u dat gebeuren? Ik denk dat het moet natuurlijk kunnen. Hè? Ja. Dat, dat zie je in Canada ook, Canada-Noord-Amerika. Daar zie je natuurlijk heel duidelijk dat de ouders inderdaad echt de schouders eronder zetten. Het zijn financieel flinke offers die gebracht moeten worden. Mm -hmm. Maar uh, ze doen het wel. En ik heb er vertrouwen in dat mocht het hier zover komen... wat ik niet direct verwacht... maar mocht het zover komen dat de ouders de overtuiging hebben... dat ze hier ook echt voor willen betalen. Dank voor dit gesprek, Pieter Mons. Graag gedaan.